Hallo beste kijkers en welkom bij deze nieuwe video. Zoals je ziet is ook de nieuwe titelupdate voor FIFA 20 uit op de Xbox en de PlayStation. Is eindelijk die glitch gefixt waarbij je voorzetten niet kan scoren omdat je anders gecrashed wordt van de game? Nee, natuurlijk niet. Dat is blijkbaar iets wat niet te fixen is. Ze hebben verder wel overload ball sight, daar hebben ze aangepast. Is een in-game tactiek waarmee je heel overpowered iedereen op de bal zet en dat je zoveel druk zet dat je bijna geen paas kan maken als tegenstander. Verder is wel druk zetten met team, dat is een andere tactiek, is wat beter gemaakt. Namelijk de impact van uithoudingsvermogen is iets minder op die tactiek, terwijl dus overload ballside iets meer is geworden. Dus dat is iets wat meer een balans. Ik gebruik eigenlijk nooit druk zetten met team, omdat ik altijd merk dat mijn team na 5 minuten helemaal moe is. We gaan dus kijken of dat wat beter is nu deze patch uit is. En daarnaast is er niet heel veel geüpdate naast dingen die ik eigenlijk toch nooit ervaar. Daarnaast is het ook super mooi weer. Afgelopen woensdag was het gewoon 26 graden. Dus heerlijk weer om niet te gaan barbecuen. Want dat kan ik namelijk niet. Omdat ik het alleen in mijn eigen tuin kan doen. Ik woon op mezelf, dus dat schiet dat niet op. En als ik het bij vrienden zou doen, krijg ik een boete. Dus dat gaan we maar niet doen. Ik hoop dat jullie wel thuis kunnen barbecuen. Want het is echt het beste weer ooit daarvoor. En ik wist niet dat het FUT Birthday Team nog altijd in packs is. Ik dacht die is in packs tot afgelopen maandag. Maar blijkbaar dus tot deze vrijdag. Waardoor we nog altijd naast Team of the Week Moments deze spelers van de FUT Birthday kunnen pikken. Division Rivals hetzelfde als altijd. Ditmaal doorgespeeld tot rang 3 in plaats van rang 2. Omdat rang 3 van Divisie 3 beter is dan rang 2. Daar krijg je namelijk een paar gouden packs. Hier krijg je 2 50k packs en 2 25k packs. Die toch over het algemeen wel een beetje beter zijn dan de pakketten die ik altijd krijg bij rang 2. De reden dat ik altijd wat laag in divisies blijf is voor objectives. Want in Divisie 3 en 2 is nog wat te doen. In Divisie 1 is iedereen zo tryhard dat je maar beter meteen kan stoppen. Dit eerste packje was er niet bepaald om over naar huis te schrijven, maar ik kan alle kaarten momenteel goed gebruiken, want er is weer een 80 plus upgrade. Ik heb in mijn team, of in mijn club, bijna geen gouden kaarten meer. Dus ik kan sowieso niet heel veel 80 plus upgrades doen, tenzij ik nu heel veel packs ga openen. Wat ik dus ook ga proberen te doen, want hier krijgen we helemaal niks uit. Maar alles wat ik in mijn club heb en dus eigenlijk ook niet gebruik, gaat dus mooi weer die 80 plus upgrade in. Maar het is altijd vervelend als ik niks in mijn club heb, want ik heb die kaarten toch vaak wel nodig voor UEFA Marquee matchups. Noem het maar op. Kijk, hier is waar een zeldzame kaart. En het wordt niet een FUT Birthday. Het wordt ook geen walkout. Dus het schiet niet echt op. Want ik heb in deze Division Rivals vaak goede packs. Maar nu houdt het redelijk snel op. Want de allerbeste kaart, wat Gavi Martinez. En dan tot slot het laatste fijne kaartpack. Ook hier weer een bordenkaart in. Maar zit er ook een goede in? Ja, ditmaal een walkout. Hopelijk ook een walkout dat ik hier staan heb. Paraguayaanse vlag heet dat zo. We krijgen in ieder geval Navas. Ik zeg het volgens mij ook compleet verkeerd. Maar 37 algemeen, dat is prima. Je kunt hem heel goed gebruiken. Navas en Bartra. Dat zijn de twee namen die ik nog wel kan gebruiken. Bruma, wat een goede voetballer. Die gaat mooi naar de club toe. En dan vervolgens Weekend League was. Ik zei net al, Elite geëindigd. Dus ik kan 3 spelers uit dit team pakken. En ditmaal zijn er zwaar een paar namen die ik wel zou willen pakken. Of als Red Player Picks. Of over het algemeen uit dat Elite packje. Ten eerste heb je dan Lewandowski. Met deze stats is het een fantastische spits. Sowieso is hij dit jaar best een goede keuze in de Bundesliga. Ik vind het een fijne speler. Als jij motor op hem zet, waarmee dus zijn dribbling, zijn pace en zijn passing wat verbetert, is het oprecht een supergoede spits die zelfs als false 9 kan spelen. Maar de grote jongen is uiteraard Jungmin Son. 32 pace, 32 shooting, heb ik al gezegd, die 5 sterren zwak been heeft. Bij deze en ook met deze statistieken is het een geweldige kaart. En wil ik die natuurlijk wel graag krijgen met player picks of uit mijn elite pack. Want dan ben ik verzekerd van een aantal ducaten. Ilicic als 90 algemeen ook lekker voor als ik een keer high-rated kaarten nodig heb. Vardy zal ook al wat waard zijn. Want het blijft toch altijd een Premier League kaart met hoge pace en hoge shooting. Wat altijd toch wel een trigger is voor mensen om aan te schaffen. Maar voor de rest zijn er niet heel veel echt goede kaarten. We krijgen ook 70k voor het eindigen van Elite 3 in de Weekend League. Dus ook 3 player picks, een Premium Demon Week Moments pack en een Jumbo Rare Players pack. Ik hoop dus dat ik dit nou uit die informs meer krijg dan wat ik uit een 100k pack zou krijgen. Maar we beginnen met de player picks en ik hoop op Jungmin Son. Krijgen we die ook? We krijgen de Paul of Pau Lopez. Ja, dan gaan we toch over de rating voor Pau Lopez. Maar het is geen Jungmin Son. Het is ook geen Lewandowski en het is geen Ilicic. Die wil ik krijgen uit de tweede packie. Wat krijgen we dan? We krijgen Tanta Hasebe. We krijgen totaal niet wat we nodig hebben. En dat is zonde. Dus we gaan voor Hasebe, want die is de hoogste rating. Maar het is niet om over naar huis te schrijven. Maar dat kunnen we krijgen. De laatste pakketje. Als jullie nu eventjes je vingers kruisen, dan krijg ik nu deze kaart. Dus doe dat alsjeblieft. Vergeet nog niet meteen de video te liken. En dan gaan we nu deze Jungmin Son pakken. En dat gaan we dan doen door uiteindelijk als allerbeste Jamie Vardy te krijgen. Oké, nou het is niet heel slecht. Uiteindelijk dus toch wel niet voor niks eventjes die vingers gekruist.
Jamie Vardy. Of ik hem ooit ga gebruiken is een tweede. Ik kan natuurlijk niet checken hoe duur die is. Maar dat ga ik wel doen hoeveel hij nu op de markt waard is. Jamie Vardy is 85k. Hasebe en Paul Lopez zijn iets van 10, 15. Dus uiteindelijk heb ik qua waarde wel aardige player picks gekregen. Maar het is geen Heung-min Son. Dus ben ik niet helemaal tevreden. Door naar het Inform pack. En dan gaan we daarna door naar het 100k pakket. Dus hier drie Inform piece. Zit er ook een goede Inform in. Dat gaan we meemaken. Ik wilde zo'n walkout. Krijg ik die ook? Ja, we krijgen wel een walkout. Ik wilde Koreaanse vlag. Krijgen we niet. Wat een verrassing. We eindigen met de 84 algemene Inform. En dat is toch wel een zeer grote tegenvaller. Want ik had gehoopt op een Lewandowski of een Heung-min Son. Waar het zo hoopvol begon. 70k. En dan zie je hier ook 53k is hier 11k waard. Dus dat is nogal zonde. Stuur naar de transferlijst. HCB en Dante ook. Kan ik allebei voor 10k per stuk verkopen. En is dus de vraag of ik daar meer uit zou krijgen. Dan wat ik normaal 100k pick zou krijgen. Maar we hebben nog een 100k pakket. Ook dus uit de Weekend League Rewards. 24 items. Hopelijk zit er een wildcard in. Eentje die een beetje goed is. En niet dat we eindigen met een 33 algemeen spelen. Want daar schieten we namelijk helemaal niks mee op. We krijgen hier een wildcard uit. Dat is dan toch wel lekker. Geen fut birthday kaart. Wel de Duitse vlag. Welke Duitse vlag? Center mid. Dan krijgen we Kroos. 90 algemeen, die zijn op de 88 algemene, maar die was een paar jaar geleden 90 algemeen. Maar over het algemeen zijn deze kaarten wel voor waard. Dus dat is lekker, want die is nodig voor de Midnight Icon SBC. Kroos dus, daarnaast alleen maar Milik. Dus dit 100k pakket was niet heel best. 30k is hier waard. En dan gaan we al deze kaarten mooi inleveren voor de marquee matchups. En ook nog voor de Tardic Plus upgrade, voor zover ik daar nog wat kaarten over heb. Ik heb daarnaast ook de andere SBC's gedaan die momenteel live waren in de vorm van de UEFA Marquee Matchups en nog de FUT 18 en Beautiful Game SBC. Daarnaast natuurlijk ook de Team of the Week upgrade. Die is namelijk uit en daarvoor hoef je maar een 33 algemeen team in te leveren zonder enkele special cards. Hij kost dus misschien net 12-15k en is daarmee best goede waarde. Je kan namelijk ook heel veel 32 ratings inleveren met 2 34 ratings, zolang je een paar 33 ratings zoals je hier ziet inlevert, dan kom je uit op de 33 algemeen beoordeling. Ik heb deze dus een paar keer gedaan. Ik ga het nog een paar keer doen. Ik ga ook nog kijken wat ik krijg uit de huidige rewards om die te pompen in de 30 plus upgrade. Dus we hebben nog van alles te doen in deze video. We beginnen met een inform pack. Dan gaan we door naar de andere packs die ik heb gekregen uit de SBC's. En dan eindigen we weer met een inform pack. Dus we gaan kijken of we een paar goede krijgen. Ik wil een walkout inform. Die krijgen we niet. En dat gaat denk ik wel een patroon worden in deze video. Het kan dus een Team of the Week zijn van de afgelopen 15 weken. En we krijgen hier Calvert-Lewin. En die is 81 algemeen. Niet bepaald de beste stats. Hij gaat ook voor 15k. Als je hiernaar kijkt, lage agility, lage shooting. Eigenlijk precies wat de spits nodig heeft, heeft hij niet. Ja, dan gaat hij snel naar de club. Het volgende pakketje op de lijst, een Primex Players Pack. Wat een verrassing, daar zit helemaal niks in. En met helemaal niks was dat eigenlijk nog een understatement. Want je ziet hier dat je dit bijna beter weg kan gooien. Maar ja, ik kan de gouden kaarten goed gebruiken. Ook het volgende pakketje op de lijst is nou niet bepaald om over naar huis te schrijven. Dus die gaan we snel discarden. Dus op dit tempo gaan we er best snel doorheen. We hebben nu nog een Rare Electum Players Pack, een Rare Mixed Players Pack. 2 33 plus players en er 1 Team of the Week pakketje. Dus we hebben nog van alles te doen. En we krijgen hier zwaar een rare kaart uit. Een zeldzame kaart, maar het is geen FUT Birthday. Ik wil een FUT Birthday packen. Behalve uit zo'n goodie bag SBC waar de kans redelijk guaranteed is dat je die krijgt. En ik ga nu met Casillas. Dan nu het 2 33 plus rated players pack. We krijgen hier dus 2 33 rated spelers uit. En die krijgen we inderdaad ook, want het wordt geen walkout. We krijgen als allerbeste een Kroatische spits en het wordt Kramaric. Ja. Niet een heel grote verrassing dat je eindigt met 2 33 rated spelers. Korea als best met Demi-Bai. Daarnaast dan 1 special card. Ik ga kijken of die silvers nog wat waard zijn. Want deze speelt volgens mij inderdaad voor een team waar veel silvers zit. Dus deze is dan de meest zeldzame en waardevolle kaart van het team. En dat zegt wel heel erg veel. Dan door naar een inform pack. Hier nog een Team of the Week / Team of the Week Moments pack. En dan gaan we alles inleveren voor de Tactic Plus upgrade. Dus we krijgen hier een inform en het wordt geen wildcard. Ja, dan gaan we ook gewoon mooi skippen. Hè? Dan schiet er helemaal niks mee op. Ja, je moet zo'n 33 rated team inleveren. Maar de kans dat je dit soort informs pakt is dan wel heel erg groot. Ik heb al mijn gouden kaarten ingeleverd. Kom uiteindelijk uit op 5 player picks. Maar omdat ik de vorige week al bijna alles had gepompt in wat 31 plus upgrades. Na deze player picks ga ik wel laten zien hoe je coins kan verdienen door wat packies te openen. Want er zijn namelijk speciale packs waar je altijd winst uitmaakt. Eerst deze 31 plus upgrades. Daar krijgen we Rudiger uit als zeldzame centerback. Die is denk ik iets meer waard dan Ado Ries. Maar verder is het niet een geweldige player pick. Dus gaan we door naar de andere 4. Normaal krijg je al zieke walkouts uit. We krijgen hier toch Gámez Rodríguez. 85 algemeen. Just saying. Deze packs zijn altijd best wel goed. Want deze Gámez is toch al vaak ongeveer 7-8k waard. Je moet die voor 10 zelfs mijn kaarten leveren. Is dus niet een al te grote sacrifice. Als je ziet dat je meestal wel een goede kaart krijgt. Met zo'n nu en dan. Het is een 31 algemeen waar je niks aan hebt. Dus we gaan gewoon lekker door. Kijken of we nu nog één keer geluk kunnen krijgen. Dit is dan weer zo'n minder pakket. Roussillon is misschien het meeste waard van de 3. Dan gaan we door naar de allerlaatste. Hopelijk zien we er een goede in. We krijgen Torreira of Biglia. Dan wordt dat denk ik Torreira. Want ja, Premier League.
altijd net wat bruikbaarder dan andere leaks. En moet met deze 5 doen, waarbij Games dus de beste van de 5 was. Ten slotte raad ik nog iedereen aan om of hun FIFA points die ze over hebben nog, of hun coins te investeren in deze packs. Premium Silver Players packs, je krijgt die 12 silver spelers uit 3 rares. En de kans dat je hier een goede uitkrijgt is heel groot. Je moet omgerekend ongeveer 700 coins verdienen per zilverkaart om je winst uit te halen. En je krijgt heel vaak van die silvers die gewoon echt letterlijk 10-12k waard zijn. En soms kan je gewoon wat pech hebben, maar heel vaak krijg je van die spelers zoals deze. Antwi Ajay. Ik denk dat ik het compleet verkeerd uitspreek, maar die gaat gewoon voor 3k. En dit is in mijn tweede pakket. Dus we gaan kijken of we nog wat meer van dit soort kaarten kunnen krijgen. Maar dit zijn de type kaarten die je heel vaak krijgt uit dit soort pakketten. Die je dus ook moet krijgen. Want daar haal je namelijk uiteindelijk jouw winst uit. Ik laat zo niet alles zien, want heel veel van die kaarten gaan ook voor ongeveer 500-600. En daarmee zijn dat niet klappers. Maar ook hier weer een kaart die 2k waard is. En je krijgt altijd wel een aantal die je voor wat kan verkopen. Dus je moet zelf weten of je deze packs gaat openen. Natuurlijk, het blijven pakketten, dus het blijft een kansberekening. Maar de kans dat je verlies maakt is zo klein dat het mijn inziens de moeite waard is om deze pakketten te openen. En dat was het dan verder van deze video. Het team blijft hetzelfde. Ik heb hier namelijk de afgelopen weken gewoon Elite meegehaald. Dus er is niks mis mee. Ik kan het alleen maar beter maken door op een paar posities nog te upgraden. Voornamelijk op linksbuiten, omdat ik heel graag een vervanger wil van Netvet. Hij is goed, maar er zijn veel betere kaarten die ik graag wil halen, zoals vooral Neymar. In de tussentijd zijn we aangekomen bij het einde van deze video en wil ik jullie heel erg graag bedanken voor het kijken. Je kon hier links boven je scherm mee zijn de video zien en rechtsonder een random video die je misschien nog niet gezien hebt. In het midden vind je de abonneerknop voor als je niet geabonneerd bent en dan zie ik jullie bij de volgende video jongens. En tot die tijd, zeker later mensen.